Vandaag zijn Barbara Katman en ik op pad geweest in de wijk Feyenoord en de wijk Afrikanenwijk. We zijn begonnen bij het huis van de wijk in de Persoonsdam. We hebben daar gesproken met medewerkers van Humanitas om te kijken hoe zij omgaan met de corona. Laat het weten, rotterdam.nl. Nou, voor ons als stadsbestuur, als college van burgemeester en wethouders, is het heel belangrijk om te weten wat er in de stad gebeurt, maar ook wat behoefte de stad heeft. Ja, ik ben Zeynep, ik woon in de Bloemfonteinstraat in de Afrikanenwijk en ik ben bezig met het vergroenen van mijn straat. Wij hebben vorig jaar oktober zo'n 800 bloembollen geplant in de boomspiegels in twee zijstraten en de Bloemfonteinstraat. En als wethouder wijken ben ik ongelooflijk blij en ook weer een beetje trots dat die Tour de Wijk weer begonnen is. Samen met al mijn collega wethouders en de burgemeester, zo snel mogelijk nu het weer kan in die anderhalve meter samenleving, de wijken weer in. En we zien gelukkig hele mooie dingen gebeuren in Rotterdam. Creativiteit, zoals Youssef, maar ook ondernemers hier rondom het Afrikanerplein. Van noord tot zuid, allerlei initiatieven, maar ook individuen, boodschappen voor elkaar doen, voor elkaar koken. Voedselbankinitiatieven die zijn opgestaan. Goedemiddag dames en heren, ik ben Youssef Jank van Stichting Werk in Feyenoord. Vandaag zijn we in de huis van de wijk gedaan om voedselpakketten klaar te zetten voor kwetsbare personen die door het coronavirus geen boodschappen kunnen doen. We gaan steeds meer naar wat mag wel in plaats van wat mag allemaal niet, want we moesten natuurlijk thuis blijven. En het is ongelooflijk belangrijk, want we hebben de afgelopen maanden gezien, niet alleen dat we in een crisis zaten, maar ook dat Rotterdam is opgestaan en dat Rotterdam voor elkaar zorgt. Wij doen wat wij kunnen doen voor de kleintjes. Het grootste probleem is? Op dit moment zijn het de jongeren die nergens terecht kunnen. Of jongeren op straat. Dan hebben we het over de leeftijd van tussen de 13 en 18 ongeveer. En ik vind dat er doelgerichte activiteiten georganiseerd moeten worden voor die leeftijd. Het is natuurlijk heel belangrijk dat onze kinderen gewoon weer goed les kunnen krijgen. Want ja, onderwijs is toch de beste manier om jezelf te ontwikkelen. En ervoor te zorgen dat je goede kansen krijgt later in het leven. Dat doet de tv of zo. En zorg de komende tijd voor elkaar. Blijf dat doen. Nou, we gaan voor de balkonparade gaan we zingen, liedjes zingen. Hier in de steenplaat bij de aanleunwoningen. En dan is de bedoeling dat iedereen op zijn balkonnetje meezingt. Later wanneer ik ga trouwen, zal ik een huisje gaan bouwen. En als je dan soms alleen zult zijn, kom dan bij mij in mijn huis. De balkonparade is in leven geroepen tijdens corona om even een dagbreker te geven aan ouderen die toch wel op slot zitten allemaal. Ja. Dus we brengen bij 14 complexen die met een afgesloten binnentuin, waar we dus veilig een concertje kunnen geven, geven we iedere week een half uurtje muziek en sommige locaties krijgen ook sport. Ik had het gezien dat het op andere plekken gebeurde en ik zeg, hey Humanitas, dat willen wij hier ook. Ja. Dus vandaar mochten we ook mee gaan doen. En twee weken geleden waren we het eerst hier aan de beurt. Dus dat vonden we echt, de bewoners waren helemaal enthousiast. En wat voor een programma is er nou voornamelijk? Is dat allemaal muziek of ook theater? Het is met name muziek, maar ook wel wat dans en zoveel mogelijk uit de wijk. Dus het is eigenlijk voor en door de wijk. Mooi. Ja. Zeker leuk. Ja. En hoe is de ontvangst? Hoe vinden de mensen? Heel mooi. Ja. Natuurlijk niet iedereen, maar daarom houden we het ook echt iedere keer maar een half uurtje, zodat het voor iedereen gewoon net leuk is. Maar over het algemeen zitten ze erop te wachten. Dus we krijgen ook iedere keer vooraf een flyer. Dat ze weten wat er komt. Dus helemaal leuk. Hartstikke goed.
jongens. Kijk hier. Tuurlijk, het is een hele merkwaardige tijd geweest. Of nog steeds. Ja. Anderhalve meter en zo, weet je wel. En hoe ga je dat aanpakken? Ik ben zelf altijd in de zaak en ik ben heel erg streng. Dus mensen moeten, als ze binnenkomen, is er één richting naar de wastafel. Daar was je je handen. Dan krijg je een plek waar ik zeg dat je moet gaan zitten. До свидания. Я говорю вам до свидания. А прощание. Maar ja, anderhalve meter en gewoon heel erg streng zijn en daar niet ook van tevoren vragen als mensen binnenkomen. Kijk, hier buiten niet natuurlijk, dan mag je gewoon zitten. Ook op anderhalve meter van elkaar. Als je binnenkomt, dan wil ik heel even horen of dat je je goed voelt. Of dat je ziek bent geweest. Of... Want ik moet ook heel exact bijhouden wie je binnen zijn geweest. Dat moet van de noodverordening. De noodverordening zegt dat er binnen in horeca alleen op reservering. Dus dat wil zeggen dat je dat ook moet... Daar moet je een soort boekhoudingje van bijhouden. Je moet een naam opschrijven. De reden dat ze dat doen is, als er iemand ziek is geworden, dan kunnen ze zien wie daar ook in die zaak is geweest en kunnen ze die gaan adviseren om in quarantaine te gaan. Het is echt een verschrikkelijke ziekte. Het is niet wat veel mensen zeggen, ach, het is een griep. Nee, het is echt iets anders. Dus ik wil het ook gewoon heel serieus nemen. Dat vind ik wel belangrijk. Мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки. Ja, ik noem 1 juni noem ik ook, kijk, dat hangt hier. 1 juni noem ik ook. Dag 1 van het jaar 0. Ik heb de reserveringen voor het optreden, want ik heb dan ook gelijk een optreden. Want ja. Ik vond de, ik noem het ook de grote leegte. Het grote niets wat hiervoor, waar we nu in zitten, dat is de grote leegte. En die moet je gelijk op dag 1 van het jaar 0 ook goed beginnen. Want dag 2 van het jaar 0 heb ik weer een gitarist. Dat is ook een gitarist. Dit is een dag 3 van het jaar 0 heb ik weer een muzikant. Dus elke dag heb ik hier weer een concert. Welkom bij een nieuwe aflevering van Pendrecht Proeft. In de huiskamer Aardgasvrij Pendrecht koken we de lekkerste gerechten uit de wijk. Wel op inductie natuurlijk. Kook je mee? Welkom bij weer een nieuwe Pendrecht kookvideo in de digitale huiskamer. Ik ben Naomi en samen met Monica gaan wij vandaag een heerlijk gerecht maken. We maken Marokkaanse frisse visschotel met dorade en lekkere groenten. En het recept is van Abdul El Bouchabi. Ik ben Abdel Bouchetoui, 43 jaar en ik woon 16 jaar in Pendrecht. We gaan vandaag een frisse Marokkaanse visschotel koken. Hij wordt geïnterviewd door Meike. En Meike die, is onderdeel van ons team Aardgasvrij. En nou, zij gaan vandaag het gesprek aan. Hoe is het om in Pendrecht te wonen? Ja, hartstikke leuk. Ik zou eerlijk gezegd hier niet weg willen uit Zuid. Ik vind het hartstikke leuk om in de wijk betrokken te zijn bij de wijk. Je bent ook lid van het buurtpreventieteam? Ja, daar zit ik al 2 jaar, 2,5 jaar ongeveer in. En daar houden we de wijk netjes, heel schoon en veilig. Kookt u al aardgasvrij? Ik kook nog niet aardgasvrij. Dat is wat de bedoeling op een korte termijn. Maar we hebben er zeker zin in. En wij gaan koken. Voor de frisse Marokkaanse doradeschotel hebben we nodig dorade, wortel, ui, tomaat, paprika, zoete aardappel, citroen, doperwten, viskruiden en een geheim ingrediënt van Abdel. Naomi, jij maakt de marinade toch? Ja. Voor de dorade en dan ga ik alvast de groenten schillen en snijden voor de overschotel. Het is eigenlijk een overschotel, maar we hebben hier geen oven. Dus we gaan het een beetje, beetje improviseren. Ja. Ja. Zo, sorry hoor, maar die uien die zijn even heftig. Ja, ik vind het echt een heel ontroerend gerecht. Nu ga ik de marinade maken.
En daarvoor moet alles super fijn gesneden worden. Koriander gaat erin, dat ben ik nu aan het snijden. Daarna moet er wat peterselie bij. We gaan het afmaken met het geheime ingrediënt. De vis wordt dan gemarineerd. En dat eet je dan met brood, Marokkaans brood. Kijk eens, Monica. Ik heb net de zoete aardappel gesneden. De winterpeen. En nu ben ik de paprika aan het snijden. Oké, nou, we gaan lekker de vis marineren. Dus ik leg er gewoon wat bovenop. En dan ga ik er lekker met mijn handen in. Hey, en Abdel, het moest ook aan de binnenkant, toch, van de vis? Ja. Het liefst doe je echt alles marineren, 2 uurtjes in de koelkast, tenminste dat is echt wat we doen. Oh ja. En dan trekt het echt in. Dan doen we de marinade erbij. Ja, voor de visschotel maken we gebruik van laagjes. Dus we beginnen met de zoete aardappel en de wortel gewoon in de pan te leggen. Dan doen we wat ui eroverheen. Dan doen we paprika erbij. Zo, en dan gaat de vis er zo bovenop. En dan moet er alleen nog water bij, volgens mij. Er gaat ongeveer 100 milliliter water overheen. Zo, de viskruiden die zitten er overheen. Niet te veel, want er zit ook zout in, net als in de marinade. Zo. Het gerecht is klaar, volgens mij, Monica. De groenten zijn lekker zacht geworden. We kunnen opscheppen. Het ruikt ook zo. Het ruikt echt heel lekker. Ja, heerlijk. Het ruikt echt verrukkelijk. Oh. Wow. Ja, dit ziet er toch wel echt heel erg lekker uit, hè? Heerlijk, zeg. Perfect. Nou, dat ziet er echt heel erg lekker uit. En dan kunnen we de groenten erop leggen. Kijk. Nou, ik vind hem goed gelukt, Monica. Nou, ik zou zeggen bon appétit. Ga je gang. Maakt hij het zelf ook wat zo mooi op? Ja. Ja? Ja. Ja? Is het goed? Wat gelukt. Ja? Ja. Volgens mij is het helemaal geslaagd. Ja. Wilt u nu ook een gerecht insturen? Dat kan naar koken@pendrecht010.nl. En dan proberen wij het recept na te maken en mag u natuurlijk ook hier aanwezig zijn op gepaste afstand, weliswaar. Tot volgende keer!